2014 wordt het warmste jaar in Nederland in 3 eeuwen. In De Bild komt het jaargemiddelde uit op ongeveer 11,5 graden, terwijl dat normaal iets meer dan 10 graden is. Het slachtoffer van de liquidatie in Amsterdam-Zuid is volgens diverse media de bekende crimineel Murat Karki. De politie wil alleen kwijt dat het gaat om een 25-jarige man die een bekende is van de politie. De laatste Fransman die werd gegijzeld door radicale islamieten is weer thuis. Serge Lazaravik zat 3 jaar vast in Noord-Afrika en werd dinsdag vrijgelaten. KPN schrapt 580 banen bij het onderdeel zakelijke markt. Dat is nodig omdat het bedrijf veel zakelijke klanten heeft verloren door de economische crisis. De afgelopen jaren verdwenen al duizenden banen bij KPN. Meer dan 207.000 migranten en vluchtelingen zijn sinds het begin van dit jaar de Middellandse Zee overgestoken. En dat is meer dan in eerdere jaren. Dat komt mede door conflicten in landen als Syrië en Irak.